Zeg maar, Askan, de vorige keer dat wij hier waren, toen was je net Nederlands kampioen. Daar was je ontzettend blij mee. Maar wat is er nu gebeurd? Ik ben nu Europees kampioen. Ik ben ook nu ontzettend blij en trots op mezelf. Ik ben echt apentrots, zou ik maar zo zeggen. Een kampioen, Europees kampioen, eerst Nederlands kampioen, nou Europees kampioen, op weg naar wereldkampioenschap. We gaan niet stoppen. Kwam het onverwacht of zeg je van, ik had van tevoren al in de gaten dat ik een goede kans maakte? Nee, het is altijd even afwachten. Namelijk, je weet je concurrentie niet. Dus je weet niet wie allemaal in je line-up staat en hoeveel deelnemers. Dus het is eigenlijk een beetje knokken. Je moet er gewoon alles op geven. En dan afwachten dat je dan door de juryleden gekozen wordt. Namelijk, uit heel Europa was het. Dat is een internationale wedstrijd. Het is geen nationaal, maar internationale wedstrijd. Dus van iedere land deden gewoon een vrouw mee. Rusland, Polen, Roemenië, Turkije, Nederland en dan België, Fransen. Dus het is alleen maar afwachten. Dus alle toppers van de landen deden gewoon mee. Heb je er veel van moeten doen om je lichaam in de conditie te krijgen om Europees kampioen te worden? Want je hebt me vorige keer iets verteld van eieren was belangrijk, veel Brinta eten is belangrijk. Klopt. Eiwit, proteïne, koolhydraten. Ja, de laatste drie weken is, noemen ze een kudde eigenlijk. Dat is gewoon aftrainen. Die koolhydraten worden wat lager en eiwitten worden omhoog. En dan de hoeveelheid wordt het gewoon in kleine porties. Je hebt continu honger en buikpijn. Maar ja, dan denk je zoiets van, ja, voor wat moet je, hoor wat. Dus je moet er heel wat over hebben. Nou, drie weken was er zo voorbij. Oké, je wordt wat chagrijnig, boos, in korte loontjes. Maar ja, als je denkt van, nou, kom op, ik wil op het podium, wil ik niet gaan denken van, oh, had ik maar niet gesmokkeld. Hoe moeilijk is het om Europees kampioen te worden? Want als je er eenmaal bent, dan wil je er graag blijven. Ja, het is heel moeilijk. Het vergt heel veel van je. Je moet er veel van laten staan. Ik heb in totaal 20 weken gedieet. Dat is dan alleen maar kip met rijst elke dag. En eiwitshakejes. Dus ja, geen alcohol, niet roken. Ja. Veel rusten, op tijd naar bed. Veel rusten, op tijd naar bed. Ja, inderdaad. Goed, was in Eiteleur. En met tegen hoeveel mensen moest jij het opnemen? Ik moest het opnemen tegen 9 in mijn klasse. En dat betekende dus dat, als je zo die andere kandidaten bekijkt, dat het een zware klasse was, dat het zwaar was? Ja, het was heel spannend. Mm-hmm. Er waren echt 2 atleten bij waarvan ik dacht van, oeh. Maar die zaten ook in de tweede en derde plek. Dus, ja. Nou, je bent op het Nederlands kampioenschap al 2 keer tweede geworden. Mm-hmm. Dus met andere woorden, Europees kampioen worden zou een enorme stap zijn. Ja, zeker. Dat kun je wel zeggen, ja. Ja. Een stap die je misschien nog verder brengt, want er staan wereldkampioenschappen aan te komen. Ja, ik heb nou toegang zeg maar, naar de wereldkampioenschap in Istanbul, in Turkije. En als ik daar win, kan ik doorgaan naar de Arnold Classic. Dat is dan in Amerika. En dat is? Dat is weer een hogere wedstrijd, waar je nog hogere prijzen kunt behalen. En als je daar wint, kun je naar de Olympia en dat is echt het hoogste wat je kunt bereiken zeg maar, in de bodybuilding wereld.